Centraal. Ik ben dus net met de tram gekomen. Ja, het is wat groot. Vroeger, dan kon je hier dus gewoon over en dan was gelijk al hier en dan was daar dus de oude Jumbo. Dat is dus nu ook niet meer. En dan wordt daar dus de bioscoop hier ergens. Maar het wordt huge. Jij denkt dat ik er niet overheen kom. Echt wel. Ik kom overal overheen, jongens. Ik wel. Kijk. Normaal dan kon je hier dus door. Maar dan zie ik de rekening weer houden dat ik hier ook nog langs kan. Zijn ze daar met man en macht bezig? Nou, en ik loop dus even een stukje om. Maakt me niet uit. Hier stond dus de noodjumbo. Nou, dat is ook een hele grote bouwput. Maar kijk eens. Deze kant heb ik nog niet eerder gezien. Dus dit is samen met jullie in de eerste keer. Aan deze kant. En hier komt dus ook nog een hele grote ingang. Dus ja, ze zijn goed bezig. Kijk dan. Ze zijn lekker bezig, ja. Kijk, nou kun je een beetje die kant op kijken, dat is leuk. De oude Veen? Nee, niet. Ja, overal is de ruk bezig. En zo wordt het. Deze sluier komt dus ook nog hier helemaal door. Dat laat ik jullie zo meteen zien. Nou ja, zo meteen. Ik kan nu wel gelijk even direct. De lichtkoepel is, zit er al. Niet verder hoor, gewoon eventjes een beetje om het hoekje filmen. Zo, lekker zonnetje. Als je wil overnachten, kan dat daar. Bij de Fletcher. En nee, alles wat ik in beeld breng, wordt ook niet voor betaald of gesponsord. Is allemaal uit puur vrijwillig. Vrijwillig basis.
Daar komt er mooi op, jongen. Dat wil of niet. Kijk dan. Kijk. Nou ja, beton niet, maar gipswandjes. Loop ik even langs een etalage. Die pop staat ook binnen, maar ik zou het God niet kopen, man. Echt niet. Kijk, daar staat hij nog een keer. Dan zeg ik, ik vind het schuwelijk. Echt, ik zou het echt niet kopen. Dit jurkje, dat is dat jurkje. Nee, voor geen geld. Hier, daar, helemaal achterin, daar zit de Jumbo. Dit wordt de hoofdingang. Daar komt nog een ingang. Kijk, buislichtreclame. Kijk. En wat voor reclame maken jullie? We maken de reclames voor onder andere McDonald's. Ja. Hier voor Specsavers. Oké. Van Haren hebben we gedaan. Ja. En dat waren even de winkels Mansfield. Oké. Dus toch wel de leuke winkels. Lekker bezig dus. Ja. Uit Den Haag, dankjewel. Werk ze. Okay. Hoi. Dus, als je iets nodig hebt, ga even naar buisreclame. Buislichtreclame, moet ik het wel goed zeggen. Ik heb toestemming gekregen. Ik mag het vloggen hoe het hier in de lijst zit. Een sneak preview voor jullie. Dit is dus voor de mannen. Kijk hoe mooi, hoe mooi. Kijk, 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 kijk. Heel mooi, heel gaaf. Nog helemaal schoon. Dit moet allemaal nog gedaan worden. Dit is voor de heren. Ook heel netjes. Kijk. Gaat het licht weer automatisch aan. Heel keurig. Voor de zeep. Voor handen drogen. Zeep. Water. Zeep en papier. Dan gaan we snel even in naar de dames. Even kijken hoe dat er weer uitziet. Zo, kijk je. Oh, wauw. Het is nog mooier dan ik had verwacht. Wauw. Oh, kijk er jongens. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Nou, dan heb je hier dus de invloed van het volgens mij. Ja. Dit is de invloed toilet. Laat het even snel zien, jongens. Dit is gewoon de normale wc. En dan hebben we daar ook weer de normale wc's. Stoeltjes erbij. En dan hebben we hier dus voor de kinderen. Ja, het is hier een beetje donker nog. Maar dit is voor de kinderen. Ja, nou. Ik hoop dat jullie weer een klein impressie hebben gekregen van hoe het er hier eruit ziet. Ik mag hier nog een eind niet komen, maar ik heb een oké gekregen. Dus, ja. Dit is dus aan de andere kant. Hier zit Daka, Kasa, die zit hier. Mediamarkt, Jumbo. En ik laat jullie even het in het andere zien.
ik ga wel weer even naar de overkant lopen. Nou, ik heb toch even besloten om aan deze kant te blijven. Tot hier ongeveer, en waar deze paal staat, naar de T. Daar was dus eigenlijk een soort van bicycletten. En dan was dit allemaal, allemaal fietsstalling. Hier, parkeren en plaats. Maar dus niet overdekt zoals het nu is. Dat is dus nu wel het geval, een overdekte parkeerplaats. Voor de goederen ingang, zoals voor de Mediamarkt, denk ik zo, en voor de Jumbo. En dan waar jullie die auto nu naar binnen zien rijden, dat is dus de parkeergarage gelegenheid, hè, en waar die auto eruit komt. Als je vanaf die kant af komt, dan kun je hier dus erin. Daarin. En als je dus vanaf de andere kant afkomt, vanaf het ziekenhuis, om het zo maar te zeggen, dan kan je zo daar het bochtje maken. Kijk, daar komt de auto aan zonder licht, ook handig. Je ziet dus niet wat er gebeurt. Kijk, die heeft netjes die andere ook netjes een licht aan. Dit gebouw hier, wat een beetje kalig is, dat is de oude V&D. Die is er ook helaas niet meer. Zo, maar, nou, wat ik dus net al zei, dit is dus de oude V&D. Nou, de McDonald's die blijft dus gewoon lekker open. Ook handig. Zo, even pad zijn zonnetje in ons beeld. Ook erg handig. Nou, dan kan ik nu al wel wat vertellen. Dit wordt dus de bioscoop. Dan zal ik even oplopen om te kijken of ik daar ook nog het een of ander kan filmen voor jullie. Dit is dus de McDonald's. Dat is dus de andere kant. Volop in verbouwing dus nog. Daar stond ik dus net ergens, verderop. Dat is mooi, man. Echt mooi, 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 mooi. Kijk, eens kijken wat een mega gebouw, weet mensen. Mega. Is dat heb ik nog niet laten zien aan jullie. Nee. Wat er al moeilijk vindt om te lopen. Eens kijken.
Nou, ik heb net even bij deze winkel eventjes een nieuwe hoesje gehaald. Ja, 20 euro. Maakt niet uit. Laat ik zo meteen thuis wel even weer zien. Dat is heel erg leeg bij een kapper. Ja, niemand in die vind je, nee. En ik loop dus weer terug. Hij is lekker bezig. Ja, en dan blijf je bezig aan het vegen. Dan blijf je bezig. Kijk, de McDonald's doet het goed. Iedereen die weet dat nog wat aan het vinden. In het steegje. Dus als je nog wat zoekt of zo. Oké, dus gewoon nog hier langs. Duindoren. Ja. Nou. Ben we eventjes wat verder. Loop alweer richting de tram. Maar dit hier, dat wordt dus de hoofdingang. De ramen die liggen hier al. Nou ja, liggen staan. En dit wordt dus de hoofdingang.